Alle knappe juristen in Nederland zeggen, die langstudeerdersboete is onrechtmatig. Druist in tegen het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Maar nee hoor, wat zegt Halbe Zijlstra? Ik maak me daar helemaal niet druk om. Ik doe het lekker toch. En wij bij de PvdA zeggen, Halbe, doe dit nou niet. Op deze manier verkwansel je het onderwijs. We moeten niet bezuinigen, we moeten investeren in het onderwijs.